Spelers en trainers mogen eventjes uitblazen, maar in en rond Jan Breydel blijft het een drukte van je welste. Tal van grote en kleine plekken krijgen een opfrisbeurt, een overzicht. De kleedkamers worden helemaal gerenoveerd. Zo moeten ze er volgend seizoen uitzien. De spelers zijn alleszins enthousiast. Ja, we hebben inderdaad foto's gezien en, op het scherm daar. Het ziet er echt fantastisch uit. En, het is eigenlijk, ja, het voelt goed aan om in een mooi gebouw rond te lopen, om te weten alles er is wat je nodig hebt. En ja, het ziet er echt schitterend uit. En als het ook zo in het echt zal zijn, zal ik met plezier elke dag in de training rondlopen. Maar het ziet er fantastisch uit. Ik denk dat het ook nodig was om dat allemaal te doen. Maar ik blijf erbij dat dat allemaal eigenlijk details zijn die niet zo belangrijk zijn. Het is leuk om in een goede omgeving te werken. Maar het allerbelangrijkste is dat je gewoon een goede spelersgroep hebt. En dat iedereen er 100% in gelooft. En dat is het allerbelangrijkste. En of je dan werkt op het veld van Racing Emblem of op het veld van Club Brugge is eigenlijk niet echt zo belangrijk. Maar het geeft wel iets, het is wel aangenaam. Het geeft wel mee dat ze echt absoluut die professionalisering willen doorvoeren en willen bijbrengen aan de spelers toe. En dat is alleen maar positief, denk ik. Magic System de retour avec toi. Wil je dankzij Club TV nog mooie prijzen winnen op het einde van het seizoen? SMS dan als de bliksem Puma naar 6565. Misschien maak jij dan een kans op een van de 10 gesigneerde uitshirts. Veel succes!